Yo kijkers van mijn kanaal, ik heb weer een gloednieuwe video voor jullie en vandaag een uitleg over mijn nieuwste Discord. Ik zie jullie na de intro, yo. Goed, ik ben hier vandaag met een van mijn directieleden, Alex, hallo. Dat is Alex. We gaan vandaag even de server bekijken, jongens. Dus dat wordt heel erg leuk. Jullie zien hier al wat staan. We zien hier welkom bij Lounge. Daar kun je lekker chatten, jongens. Allemaal heel leuk en alles. We beginnen bovenaan. Nou, hier hebben we moderator only. Nog een keer moderator only. Dat is allemaal heel speciaal rules, maar dat gebruiken we niet. RG setup van de RG bot. Daar hebben we hier welkom. Dat is ja, voor de welkom. Daar zie je dan allemaal mensen die joinen. Dan hebben we hier doelen. Ik zet onze doelen neer. Server, dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Dan hebben we hier mededelingen. Hier zie je al wat van de sollicitaties. En staat hier fijne Valentijnsdag. Sorry, ik kom moeilijk met mijn woorden. Fijne Valentijnsdag, iedereen. Wees een beetje lief voor de voor het vrouwtje. Nee, dat is allemaal heel leuk. Ja. Ja, nee, dat heb ik hier neergezet. Ja, dat is lachen toch. Dan hebben we hier regels. Lees dit ook even goed door. Want dat is erg belangrijk. Wil je nou goed in de server blijven en alles. Hebben we hier informatie? Staat allemaal informatie. Lees dat ook even goed door. Dan hebben we hier FAQ. Er komen ook wat meer dingen te staan. Dus als jij vragen hebt. En misschien zit jouw vraag daar wel tussen. Dan moet je dat even doorkijken. Nou, trainingen, dat wordt niet gebruikt. Evenementen. Er is een evenement gaande voor zaterdag. We hebben hier Discord updates. We hebben YouTube updates. Hier staat een YouTube video van mij. Reactierollen wordt nog niks mee gedaan. Dan hebben we hier polls. Dan zie je hier meer events. Nou, wat voor? Bijvoorbeeld Leeuwarden events. Film events. Of speciale events. Dat is hier op gestemd. Dus dat kun je hier zien. Dus we hebben 3 mensen op gestemd. We hebben hier giveaways. Moet je zeker ook even meedoen, jongens. Link in de beschrijving van de server. Is een evenement. Giveaway gaande. We hebben hier changelogs of zo. Geen idee. Daar wordt niks mee gedaan. Sollicitatie. Solliciteren. Advertenties. Kun jij dit even goed doorlezen? Sollicitatie uitslagen. SSU. Wordt niks mee gedaan. Breda nieuws wordt ook niks mee gedaan. Nou, gangreclame wordt niks mee gedaan. Hier wordt niks mee gedaan. Hier wordt wel wat mee gedaan. Fanart. Kunnen jullie je dingen neerzetten? Dan hebben we hier partners. Clownchat. Content. Hier plaats ik mijn content. Bijvoorbeeld als ik live ga of zo. Sponsoren giveaways. Dan hebben we hier tickets. Kun je. Lees dit ook even goed door. Dan kun je op de knop klikken en dan. Wordt er een ticket voor jou aangemaakt? En dan hebben we hier. Even kijken. Ticketstatus. Nou, dat is momenteel 1 uur. Dan wordt. Misschien wel sneller wordt je ticket behandeld. Dan hebben we hier ticket openingstijden. Lees dit ook even goed door en alles. Nou, lounge hebben we hier. We hebben hier commando's. Voor. Ja, de bots. Discussiehoek. Quests. Suggesties, bugs, complimenten, tellen, verjaardagen, no mic, de calls, dat is hier openbaar 1, 2, 3, privé 1, 2, 3, 4, 5, booster, muziekcall hebben we ook, content gedeelte jongens, het content gedeelte. We hebben hier mededelingen, regels, daar wordt niks mee gedaan, de chat wordt ook nog niks mee gedaan. Met dit stukje begint het leuker te worden. Want hier is een live call.
Als ik live ga, ga ik daarin. En als er mensen mee willen doen, dan geef ik dat wel aan. En dan kunnen jullie gewoon meedoen. En dan join je live wachtkamer. En dan word je gesleept. Het hangt er wel af. Als ik mensen zie die mogen meedoen, dan sleep ik die gewoon. En dan zal het vast 1 of 2 of 3 zijn. Dat zien jullie dan wel in content mededelingen. Naar wie je live gedeelte, wachtkamer en call. We hebben hier videocall #1 en video wachtkamer. Ga ik een video maken en ik geef aan, goh jongens, willen jullie nou meedoen? Join video wachtkamer, dan kan dat. Dan heb je donoren. Nou, dat is niet super speciaal. Sneak peeks. Wordt ook niet zoveel gedaan. Dat is voor supporters en zo. Ja, komen we nu bij het stafgedeelte, jongens. Dat is heel leuk. Dan hebben we hier kantoor Dex. Want die is bestuur. Kantoor Ruben. Intakegesprekken. We hebben hier vergaderingen. Manager call. Admins call. Staff call en de support calls. Dus wil jij nou iets vragen en je wilt dat in call doen, maak even een ticketje en je zegt van, goh jongen, kan dat in call? Of ga gewoon in de wachtkamer zitten, dan word je vanzelf gesleept. Dan kun je hier gewoon dat doen. Dan hebben we hier staff chats, niet zo heel veel erg belangrijk. We hebben hier wat neergezet, staff mededelingen, staff informatie, staff regels. Commando's of staff warns. Daar hebben al 2 mensen een warn te pakken. Staff chat, ban aanvraag, staff comments nogmaals, staff comments. Staff afmeldingen, mod aanvraag, admin aanvraag, admin chat, management chat, creator chat. Nou, dan moet ik nog even aanpassen naar de directie chat / bestuurschat. En blacklisten voor staff en alles. Unban aanvraag, sollicitaties, player reports en notes, oftewel notificaties, denk ik. Of dingen om te onthouden, dat kan ook. We hebben hier unban logs. We hebben hier, nu komen we bij het leuke, de logs. We hebben hier de moderatielogs, bijvoorbeeld wie een rol krijgt. We hebben hier berichtenlogs. Dan kunnen we zien wie wat doet. Spelerlogs wordt niet gebruikt. Spraaklogs, sorry jongens, wordt niet gebruikt. Join and leave logs, nou zoals jullie kunnen zien wordt dat gebruikt. Ticketlogs wordt gebruikt. Kanaallogs wordt gebruikt, zie je ook van alles. En Discordlogs, daar kan ik precies zien wie er wordt gesleept en wie er leaves en joint. Nou, hier hebben we opslag, ik weet niet waarvoor dat is. Opslagsuggesties, bugs en reports. Dan heb je development hoekje, development mededelingen, chat en regel, development media, sorry. En de development call en we hebben hier een rimpel setup. Maar dat wordt niet gebruikt uiteraard. Dus dat is een beetje mijn server. Het is een hele grote update geweest. Kom gezellig joinen jongens en laten we naar de 100 abonnees gaan. Dat wil ik jullie heel erg mededelen. En deze video wordt gewoon geëdit. En alles erop en aan. Wil je nou zien hoe ik mijn video's edit? En hoe ik dat doe? Laat het even weten in de comments. Want dan misschien komt die video dan. En dit is mijn server. Hopelijk vonden jullie het mooi. Hier zie je dan dat er een nieuw liedje afspeelt. Van mijn playlist. En dit is eigenlijk zo'n beetje... Gewoon mijn server. Vond je deze video leuk, jongens? Laat er zeker een blauw duimpje achter. Hier zie je hem nogmaals het liedje. Maar laat er zeker een blauw duimpje achter. En tegenwoordig is de abonneerknop niet meer rood, maar zwart. Dus klik even op die zwarte knop, jongens. En zet het belletje ook even aan. En dan zeg ik, tot bij de volgende video. Later!